Oxo is eigenlijk de nieuwe naam voor de oude elektriciteitscentrale van Zwevegem. Dat is een hele grote monumentale site die beschermd is als monument omwille van het feit dat het echt een industrieel erfgoed is zonder weerga. Er zijn in Vlaanderen maar weinig sites met die gaafheid bewaard. De Transco-site is ontstaan in 1913. Dan is eigenlijk de elektriciteitscentrale hier opgestart en dat is geleidelijk aan gegroeid. Aanvankelijk was dat steenkool, later is daar ook gas en stookolie bijgekomen met de bedoeling om elektriciteit te produceren, aanvankelijk voor Zwevegem en omgeving, later voor een veel groter netwerk. Dus we staan inderdaad nu op het sporenpark hier. Dus de Transco-site heeft eigenlijk gekozen om de elektriciteitscentrale hier te bouwen omwille van het feit dat men eigenlijk heel veel steenkool nodig had aanvankelijk om elektriciteit te produceren en dat die ligging hier ideaal was. Men had langs hier een aantakking op de spoorweg naar Ronsen en zo naar het Waalse steenkoolbekken. En langs daar ligt de vaart, dus het kanaal Bos Zuid-Kortrijk, waar langs men ook op de Schelde kon en steenkool kon afhalen. De eerste fase was dus inderdaad steenkool om elektriciteit te produceren. Later is er ook aardolie bijgekomen en daarvoor zijn dan grote aardolietanks gebouwd, waarvan dat de grootste is die dat we daar zien. Maar er zijn er in totaal 3 en die dus als brandstof dienen voor de centrale. Men produceerde elektriciteit en daarnaast produceerde men ook stoom. Stoom die gebruikt werd onder andere hier in de firma Bekaert in Zwevegem. En men produceerde ook warmte, dus eigenlijk was Zwevegem een van de eerste gemeenten in België waar dat er ook een warmtenet aanwezig was. En waar dat tot in de jaren, ik denk bijna tot de jaren 2000, eigenlijk zelfs heel veel woningen, ook het zwembad van Zwevegem en zo, op aangesloten was. En die dus de warmte gebruikte die de centrale over had, want de centrale zat met enorm veel restwarmte. Eigenlijk is dat de reden ook dat de centrale hier gestopt is, omdat ze zodanig veel warmte hadden die ze niet kwijt konden. Het kanaal zelf had te weinig water om de koeling te kunnen verzorgen. En uiteindelijk is dan beslist om de centrale hier te stoppen en alle activiteiten te verplaatsen naar Ruijen en aan de Schelde, waar dat er dus meer water is. De petroleumtank is een jaar of 10 geleden beslist om die te herbestemmen en men heeft gezocht naar herbestemming en het is uiteindelijk een duiktank geworden. Men heeft in de metalen tank is een grote betonnen tank geplaatst met de bedoeling om daar duikinitiaties te doen voor bijvoorbeeld de brandweer of ook voor mensen die sportief komen duiken. Ik denk, als ik me niet vergis, is 15 meter dat men diep kan duiken hier. Dat staat een paar meter onder het niveau van het gras hier. Kan men duiken. Erfgoed heeft maar een toekomst als het ook gebruikt wordt. Er is heel weinig erfgoed die op zichzelf in stand gehouden wordt als het geen gebruik heeft of geen nuttige functie. Dit was een lege tank en de optie die genomen is om eigenlijk heel de infrastructuur in de tank te bouwen zodoende dat de metalen tank die van overal in Zwevegem en van verder dan Zwevegem ook aan de overkant van het kanaal en zo heel zichtbaar is, nog altijd zeer herkenbaar is als tank. Dus ik vind dat eigenlijk een prima herbestemming van het gebouw. Bij het begin van de herbestemming van Transco is eigenlijk ingezet op avontuurlijk sporten en die mensen zijn hier nog altijd aanwezig en die zijn eigenlijk de eerste geweest die de site opnieuw in gebruik genomen hebben en die er een nieuwe bestemming aan gegeven hebben. En daar wordt dus avontuurlijk sport onder vorm van klimmen, onder vorm van hoogteparcours, waterparcours, duiken, lasershooting. Ja, het is heel belangrijk dat we erfgoed een nieuwe bestemming geven en dat er gezocht wordt naar een nieuw gebruik van erfgoedsites. Ik moet je niet vertellen dat de site Transco met de schaal van alleen al de oppervlakte, maar ook de schaal van de gebouwen, de problematiek van hergebruik van dergelijke industriële sites, dat heel complex was. Het is dan ook nog op een gemeente zoals Zwevegem, die nu ook relatief beperkt is voor zo'n grote site. Bij momenten was het bijna hopeloos, denk ik. En in het begin was alles
welkom die maar de site kon een nieuw gebruik geven. Want je mag ook niet vergeten dat voor de mensen van Zwevenhem de site eigenlijk niet gekend was, want dat was een ontsloten fabrieksdomein. Helemaal afgesloten met betonpanelen, je kwam daar niet, je zag dat niet. Dat was een soort enclave, een vreemde enclave in Zwevenhem. En het gemeentebestuur van Zwevenhem heeft ingezet op herbestemming. Ze hebben zelf de site op een gegeven moment verworven. Maar ze hebben ook gezegd dat de doelstelling moet zijn dat wij die site dat die door de mensen van Zwevenhem toegeëigend wordt. Nu zitten we in de turbinehal, dus de centrale hal van de centrale. Ook te zien dat men hier enorm trots was op de architectuur. Je ziet dat in alles. Je ziet dat in de mooie vloeren, de afwerking van de hekken. De turbines zelf, die bijna als een soort... die bijna tentoongesteld zijn om indruk te maken, wat eigenlijk wel vreemd is, want er kwam hier in principe kwam hier niemand op die site, tenzij de mensen die hier werkten. Maar je ziet dat het geen industriële architectuur die puur rationeel is, want men was overtuigd van de kwaliteit en de waarde van wat men hier deed. Dus die zaal wordt momenteel veel gebruikt voor feesten, voor recepties en iedereen is altijd enorm onder de indruk van de hal.